Doe de deur maar even aan zijn te vlak. Is die gesloten? Ja. Ja, ja. Want dat komt in hem breken. Dat niet doen. We hebben ons huis gekocht, dus ik weet niet, misschien is er dan meteen kijken of er, als er iemand belangstelling heeft. Ik film ik trek ineens een stukje makelaar. Kijk, ik ben ook in een verzameling, dat zie je wel. Dus ik heb het helemaal goed volstaan. Engse passie, jongen. Dus ik werkte bij 7 gezinnen in een huis en dan kreeg ik allemaal bij die oude mensen, kreeg ik allemaal spulletjes mee. En ik vond dat altijd wel gezellig om er wat mee te nemen. Maar nou moet ik daar volgens mij een klinkerwinkel beginnen. Of hoe noemen ze een winkel? Een kringloop? Ja, kringloopwinkel. Daar ga ik denk dadelijk ook aan beginnen, denk ik. Dus, waar gaat je naartoe dan, Jan? Ja, dat weten we nog niet. Oh, we zijn nog maar net bezig met de verkoop, dus ja. Ja. Dat koos wel eens, dat koos wel eens raap gewoon. Ja, dat zou kunnen. Wacht maar af. Oké. Okay. Ik heb vroeger altijd een melkveebedrijf gehad en hier stond de melk, de koeltank. Jij hebt hier geboerd? Ik heb hier geboerd, ja. Ik heb er altijd geboerd hier aan de Maas. Ja. Ja. Kijk, en dit is nou een hele andere kelder. Ja, maar dat kun je niks zien. Nee, dat ziet ook niks. Het is maar een donker. Er zit nog eigen water, een eigen hier ervoor. Vroeger van de wijnkelder. Ja, ik zie het. Toch weer aan de boven. Er liggen schatten. Er liggen schatten. Ja, dat denk ik. Dan gaan wij onder als er oorlog komt. Dan kunnen we hier. Hard. Hij galmt wel moeite. Hoeveel flessen wien staan erin? Wat? Niet zeggen. Alle lege flessen. Maar anders wordt er weer even geprold als ze bij de glasbak stiert. Kijk, hier is mijn versleetje. Dat is toch prachtig om te zien, of dat niet? Dat een keer kunnen laten zien, vindt, ja. Of niet dan? Dat vind ik ook. Ik dacht we gewoon heel veel bloemen en planten zien. Ja, maar dit, is ja, maar dit zijn ook bloemen, maar ze zijn veel uitgebloeid nou. De mooie bloem is eraf. Maar dit heeft hier natuurlijk ook heel veel spul, was ik dan? Allemaal meekreeg van mijn poetsadressen en dan zet ik dat hier maar weer neer. Als je allemaal en zo gewerkt hebt, dan waren al oude mensen. Dus die kreeg van alles mee overal. Ja, er zijn er ook al 10 van dood. Er zijn er ook 10 van dood al van die mensen. En dit kon heel slecht nee zeggen natuurlijk. Nee, ik kon heel slecht nee zeggen. Ah. Maar ik kan nou ook voor het ja zeggen. Dat weet ik ook wel wat. Jan, wat vond je ervan dat die allemaal dat grij mee naar huis noemen? Ik vond het allemaal goed. We hebben plek genoeg. En de mensen, andere mensen vonden het allemaal prachtig. We hebben het allemaal vandaan gehaald, zeggen ze dan. Ja, want wie komt ze nou aan zo'n verrekken? Nou, dat is ook een mooi verhaal. Dat is een oude mensen waar ik ook werkte, die spaarden varkentjes. En toen had ik tegen die vrouw gezegd, als je jarig bent, krijg jij dat mooie varkentje van mij. Dus ik heb voor haar dat varkentje gekregen. Maar ja, toen waren die allebei overleden. Ja. Ik zeg, kom het varkentje er weer terug. Dus nou staat het varkentje bij mij. Je moet niks zeggen, dus, er zit helemaal van geld. En die gleufboven hebben ze dik gesmeerd. Nee, dat is nog een mooi verhaal. Die waren met geld. Dadelijk kreeg je weer er weer ingebroken. Nee, maar dat is goed. Mooi. Maar kom kijken, hier verder kijken. Nee, dit is een van de eerste. Vroeger de voeterbieten werden daar kapot gesneden voor de koeien. Dus dan zat hier een elektromotor op. Een bietenmotor. En die draaide rond en die voeterbieten werden versnipperd, de mand eronder en dan voerden die koeien mee. En dit was het eerste melkmachine wat mijn vader ooit gekocht heeft. Een melkmachine? Dat was een melkmachine. Was dat die bak nog niet? En er stond er een melkbus op. Met de glazen kom, met de riemen nog een vacuüm. En dan reden we achter de koeien langs en onder de koeien. En als het tuit vol was, dan schudde ik die om in een andere bus. En dan gingen we weer zo verder. En zo in de wei reden wij achter de koeien, stond er in een kringetje om die kar heen. En dan met een benzinemotortje. En dan reden we achter zo en dan molken we zo de koeien. In het begin, toen ik in mijn jeugdjaren. En dat dus, zijn drinkbakjes van de koeien. Ja, die herken ik nog. Okay. Maar en dit toen, was dus een kerken waar dan die melkflessen op stonden. Ja. En toen later, toen we een andere melkmachine, toen kwamen die emmers. De buurman heeft er een bak van gemaakt en ik had er een 20 zeugen bij. En er stond hier een silo, een kleine silo van 5 ton. En dan reed ik eronder en dan trakte die klep over en dan viel die bak vol. En dan reed ik langs de varkens en dan voerden ze zo mee. Had je ook gemotoriseerd op een gegeven moment zo'n kerken? Nee, dat was met de hand duwen. Oh, met de hand duwen? Dat was met de hand duwen. Maar later ging dat met een gemotoriseerd kerken? Nee, toen ging het met de emmers. Oh, met de emmers. En later, nog wel later heb ik, want ik kreeg later met de ruimkamer die grond hier allemaal bij elkaar in 1980. En dan in de zomerdag melk in de wei in een doorloop melkwagen, waar twee keer twee
En die gooide ik groeien omhoog en dan stond ik in de midden. En dan kon ik dat zo aanhangen. En met de tractor, met een kaartje, met een tankje van 400 liter op de afterkast. En zo melk ik toen. Ben je blij dat ze in de huidige tijd gaan boeren? Ik ben blij. Ik ben er helemaal van af. Ik ben er al 22 jaar van af. Dus, Hey, maar we zien... Nog een keer. Ja, maar we... Hallo. Hey, we zien een nette zanderuur. Ja, maar die komen in het cybergeweld, kunnen niks aan doen. Dus. Oh nee. Okay, in het cybergeweld hebben ze zo'n ding nog onder het bed staan. Ja, dat kan gebeuren. Huh? En daarachter hebben we er nog een stuk of 8 kippetjes zitten. Zelfs eigen eitjes. Ja, dat zijn nog die oude melk tuiten. Maar, neem de manier van, maar waarom wil je eigenlijk weg? Of wil het te veel een beetje... Te groot. Het werd te groot. Ja. Te groot en een beetje andere toestanden allemaal erbij. Ik heb nog deze tractor en een wijbloot. Daar doe ik gisteren het gras mee gemaaid. Een kwartiertje heb ik dat in gedaan. Oh, deed je altijd... Samen op het land? Ja, met een Sami. Sami is het. Ja. Nooit van u. Italiaan. Echt hoor? Ja. Een Italiaanse trek. Ja. Hé, hey, wat hangt door? Nou, daar is een beetje vervuild. Dat is Jezus Christus. Dat schilderij, daar hebben we ook allemaal. Dat is een beetje dat is niet echt een vrolijk tafereel. Dat is een beetje bliksem ingekomen volgens mij. Waarom heeft Jezus hier een... Ja, dan moet het een hefse dat ook ooit gekregen. Dat heb ik ook ooit gekregen. Oh, ja. Maar toen woonde ik nog in Brabant. Dus dat heb ik ook van een oude vrouwtje gekregen uit Brabant. Maar ja, dat is nog een beetje niet meer zo mooi. Dus ik wist van, hey. Ik ben hier niet geboren, maar ik was 3 jaar toen mijn vader hier... was gewoon van mijn moeders kant, die boerderij was dat verpacht. En toen ging die eruit en toen kwam mijn vader kwam van Malden. En mijn broer die onder mij kwam, die is ook in Malden geboren. En mijn 2 jongste broers zijn dan hier geboren. En toen zei hij, is mijn vader hier geboren? En ik was de oudste, ja. En ik was 6 en ik woon niet meer in de school, maar ik woon boeren. Maar... Een geboren Gelderlander met een Brabantse. Ja. Waar stond jouw wiegje? Mijn wiegje woont in Stiphout. Stiphout? Ja. Stippend. Stippend. Nou, en dat is ook een mooi verhaal, Bas. We waren in Venrij bij de Laatste Hoop. Daar hebben wij elkaar leren kennen. En wat was de Laatste Hoop? Ja, dat is een danszaal. Natuurlijk. Ja, dat is een danszaal. Laatste Hoop. Ja, dat noemden ze zo. De is dat een beetje hetzelfde als hardloopvereniging De Laatste Adem? Nou, dat niet. Dat nog niet. Oh. Nou, het hadden maar we met koning... Toch kwamen de wanhopige vrijgezellen bij De Laatste Hoop. Ja, nee, serieus? Nogal, ja. Het weer steeds vrijgezelliger toen we elkaar gezien hadden. Dus. Maar is het snel geschoten, Jan? Ik was in een danser en zij zat aan de bar. En de dames gaan mij altijd halen om te dansen. En toen ging ik naar haar toe. Zei, wil jij met mij dansen? Ja, dat hebben ze toen gedaan. En zei, wat heb je voor een beroep? Ja, ik sport een hele dag. Ja, ik was boer. Ik was de hele dag in beweging. Maar ze dacht dat ik sportleraar was. Maar dat is toch goed gekomen. Dacht, want ik heb een of andere Olympische aandacht. Ja, zoiets. Ja. En toen hadden we weer afgesproken. De Prinsenhof heette dat die verderij. Prinsenhof. Ja, zo noemen ze dat. Maar ja, ze noemen de bijnaam de laatste hoop. Want dat had je de mensen ervan gemaakt. Ja. Nou, toen hadden we weer een afspraak gemaakt. Maar ja, toen was het helemaal aangebrand. Zeg maar. Afgebrand, ja. Wat? Die danszaal. Zoals de donderdag was ik koninginnedag en zo. We hadden s'avonds afgesproken dat we gaan te dansen. En toen kwamen we daar, was alles weg. Was alles afgebrand in het weekend. Gelukkig hadden we nog de telefoonnummer bij elkaar. Dus hij kon mij nog opbellen daarna. Dus ja, en toen heeft hij mij opgebeld. En toen hadden we afgesproken bij ons in het dorp in de kerk. Maar ja, toen kwam hij dan voor de eerste keer naar dat dorp toe. Toen was de weg ook nog helemaal afgesloten. Dus ja, dat wist ik en ook van tevoren. En de danszaal afgebrand. Ja. Dus die vonk is iets te heftig overgesprongen. Ja, maar dan de kerk was iets eerder als dat die zaal afgebrand was. Oké. Goh, en de rest is geschiedenis. De rest is allemaal geschiedenis. Al bijna 39 jaar nog. Heb je ook metgeboerd op de boerderij? Nou, eigenlijk niet zoveel. Want ja, wij kregen al meteen de eerste dochter, die was zwaar gehandicapt. Ja, daar had ik ook mijn handen al vol. Ja, en ik moest hier allemaal bijhouden en zo. Dus
Ja, dat heb ik ook met veel plezier gedaan. En ik ben blij dat ik mijn dochter zelf heb kunnen verzorgen. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja. En je hebt, volgens mij heb je een hele goede vriendschap samen, of niet? Ja, 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 ik heb hier heel veel vrienden. Ik ben gewoon een beetje de hekbroer.